Oh, oh, oh. Wat zijn ze bang. Ja, bij de VVD. Voor omzicht. Oh, niet een beetje bang. Nee, ze zijn doodsbang. Ja. Dus, wat is, ja, wat hebben die peilingen gezien? En wat moet je nagaan? Hij is nog niet eens, hij heeft nog niet eens gezegd dat hij meedoet. Het is nog niet eens een partij. En nu doen ze het al helemaal in de broek voor omzicht. Ja, en binnen het campagneteam van die VVD hebben ze dus bedacht in hun grote wijsheid. Weet je wel, we gaan hem vast nu al beschadigen. Ja, we gaan hem nu alvast een negatief etiket opplakken. Ja, ja. En dat gaan we dan doen. En dat hebben ze dus, ja, dat hebben ze in Amerika al lang uitgevonden. En dat nemen zij dan over. We gaan hem aanpakken op zijn gezondheid. Ja, die kaart gaan we spelen. Zijn gezondheid. Ja. En dan sturen we alvast, dat hadden ze zo verzonnen dan, Henk Kamp, die oude minister van Economische Zaken, dan sturen we die vast vooruit en dan laten we die vast beginnen te zeuren over die omzicht. Dus die gaat naar de NPO Radio en die zegt dan dit. Hij zegt dan, maar hij heeft nog nooit, omzicht dan hè, nooit verantwoordelijkheid genomen door bijvoorbeeld in een kabinet te gaan zitten. Ja, dat zegt dan die Kamp. Ja. Nee, maar hij heeft wel de verantwoordelijkheid genomen om die hele toeslagenaffaire, ja, naar buiten te brengen en in het daglicht te krijgen. Dat heeft hij wel gedaan, die omzicht. Maar dan gaat hij nog even verder. Kijk, en hier komt hij. Ja, die Kamp. Ja. Hij raakte al in een burn-out door het fractiewerk. Zegt die Kamp over omzicht. En ik kan me niet voorstellen dat hij dan een eigen partij begint. Kijk, daar gaan ze al beginnen. Met die burn-out. Zo van, hij kan het met zijn gezondheid niet aan om een eigen partij te hebben of om premier te worden. Dat is dan het idee bij die VVD. Om dat, die zaadjes al te planten. Overal. Zodat mensen gaan twijfelen aan zijn gezondheid. En dan hopen ze dat ze dan misschien niet op hem gaan stemmen daardoor. Nou zeg, het is dat. Oh, maar wat meer nou aan stoort is het dat het die Kamp is. Die Kamp die zelf toen met die gaswinning in Groningen en met die aardbevingen. Ja, dat heeft hij allemaal toen keurig op zijn beloop gelaten. Heeft hij weggekeken terwijl er van alle kanten werd gewaarschuwd. Dat is die Kamp. En die gaat hier een beetje wijs zitten doen over de omzicht. En de VVD die moet al helemaal zijn mond houden. Want die hebben de afgelopen jaren alleen maar gefaald. Crisis op crisis op crisis. En die gaan dus daar een beetje, ja, dat vervelende negatieve etiketje op die omzicht plakken. Gadverdamme. Hè? Nou ja, het enige wat hier gaat gebeuren, vrienden, dat is bijna zeker. Ja, ja, ja. Let goed op. De mensen die op omzicht wilden gaan stemmen of willen gaan stemmen, die raken hier zo door geïrriteerd. Die worden zo boos dat er vanaf nu juist heel veel meer mensen op omzicht gaan stemmen.